daar gaat ze. Een voorlopige zesde plek in de Indonesisch 4 met 71,31. En nog even eindresultaat. Anthony Terhamsel, 141,72. Zesde in de marathon, vijfde in het klassement, 252,50. Anthony Terhamsel in de fifth position after the Dressage Marathon, 202,55. Benjamin Ayon uit Frankrijk, gestart op Benelisse nummer 1, 47 jaar. Rijdt hier met paarden Famoso, met Ves Fiasco en Bruto. Lusitano paarden ingezet door Benjamin Ayon uit Frankrijk. Tiende op het wereldkampioenschap vorig jaar en 2 jaar geleden. Vijftiende in Budapest, maar zilver in Donau-Eschingen in 2019 voor de Fransman.